Welkom in deze video in de reeks Basisboekhouden. Deze video legt uit wat obligaties zijn en hoe je het rendement van een obligatie berekent. Een obligatie is een lening tussen twee partijen. Partij 1 leent het geld uit, partij 2 ontvangt het geld en dient het na verloop van tijd terug te betalen. De partij die het geld uitleent is de koper van de obligatie. De partij die het geld ontvangt is de uitgever van de obligatie. De koper van de obligatie belegt. De uitgever is de schuldenaar in de transactie. Voor de koper is de obligatie een bezit op de actiefzijde van de balans. Voor de andere partij is het een schuld op de passiefzijde van de balans. In deze reeks bestuderen we de obligaties aan de actiefzijde van de balans in detail. Aan de actiefzijde kunnen de obligaties ingeboekt worden zowel in klasse 2 als in klasse 5. In klasse 2 boeken we die obligaties in die we aankopen van ondernemingen waarmee er een samenwerkingsverband bestaat en waarin we participeren via aandelen die we hebben ingeboekt in groep 28 binnen klasse 2 in de vaste activa. Obligaties in klasse 5 hebben we aangekocht met een speculatieve doelstelling. Dat zijn geldbeleggingen waarmee we hopen snel een goed rendement te behalen. De obligaties in klasse 2 worden ingeboekt in groep 28. De obligaties in klasse 5 op rekening 520. Enkele kenmerken van een obligatie. Een obligatie is een lening met een bepaalde looptijd. De obligatie wordt gekenmerkt door een hoofdsom. Deze hoofdsom wordt het nominaal bedrag van de obligatie genoemd. Op basis van dit nominaal bedrag worden een aantal karakteristieken uitgedrukt, zoals bijvoorbeeld de nominale interest of ook de coupon. De couponrente wordt uitgedrukt als een percentage op het nominaal bedrag. De uitgifteprijs wordt ook steeds vergeleken met het nominaal bedrag. De uitgifteprijs is de prijs die de koper betaalt voor de obligatie bij de start van de looptijd van deze obligatie. Deze uitgifteprijs hoeft niet gelijk te zijn aan het nominaal bedrag. Ze wordt ermee vergeleken. Als de uitgifteprijs gelijk is aan het nominaal bedrag, spreken we van een uitgifte a pari. Indien de uitgifteprijs hoger is dan de nominale waarde, wordt de obligatie uitgegeven boven pari. En indien tenslotte de uitgifteprijs lager ligt dan de nominale waarde, spreken we van een uitgifte onder pari. Op het einde van de looptijd betaalt de schuldenaar de lening terug. Dit bedrag is de terugbetalingsprijs van de obligatie. Ook de terugbetalingsprijs wordt vergeleken met de hoofdsom of de nominale waarde. Ook hier spreken we van een terugbetaling a pari, boven pari of onder pari. In het geval dat de terugbetalingsprijs gelijk is aan, of groter of kleiner is dan de nominale waarde. Laten we het rendement van een obligatie bekijken. Om u te laten zien wat het actuarieel rendement precies inhoudt, gaan we drie obligaties met elkaar vergelijken. Ze hebben alle drie een looptijd van 1 jaar en een nominaal bedrag van 100 euro. De coupon, uitgedrukt als een percentage op het nominaal bedrag, is voor alle drie de obligaties gelijk aan 5% of dus 5 euro. De uitgifte gebeurt voor de drie obligaties a pari. Dat wil zeggen tegen de nominale waarde van 100 euro. We betalen 100 euro om elk van deze obligaties aan te schaffen. Onze drie obligaties hebben elk een verschillende terugbetalingsprijs. De eerste betaalt a pari terug. We ontvangen 100 euro op vervaldag. De tweede betaalt 98 euro terug. Dit is onder pari. En de laatste betaalt tenslotte boven pari terug. Van deze obligatie ontvangen we op vervaldag 102 euro. We zetten de geldstromen uit op een tijdsas. Bij obligatie 1 betalen we bij aanvang op tijdstip 0 100 euro. Dit is een negatieve geldstroom. Op vervaldag op tijdstip 1 ontvangen we zowel de coupon van 5 euro als het terugbetalingsbedrag van 100 euro. Dit zijn positieve geldstromen. Bij obligatie 2 ontvangen we op tijdstip 1 een kleiner bedrag. De terugbetalingsprijs bedraagt slechts 98 euro.
en bij obligatie 3 ontvangen we een groter bedrag. De terugbetalingsprijs bedraagt hier 102 euro. Welk van deze drie obligaties is de meest interessante belegging? Dit is duidelijk obligatie 3, omdat je na 1 jaar een hoger bedrag ontvangt voor dezelfde inleg. Obligatie 2 is duidelijk de minst interessante belegging. Voor dezelfde inleg ontvang je het kleinste bedrag. Deze drie obligaties hebben elk hetzelfde nominaal rendement. Elk een coupon van 5 euro. Een nominaal rendement van 5%. Toch is obligatie 3 duidelijk meer waard dan obligatie 2. Het echte rendement van de obligaties is duidelijk verschillend. Obligatie 3 heeft het hoogste actuariële rendement en obligatie 2 het laagste actuariële rendement. We concluderen dat het actuariële rendement verschillend is van de couponrente of dus van het nominale rendement. Laten we nog drie obligaties beschouwen. Weer elk met een looptijd van 1 jaar, een nominaal bedrag gelijk aan 100 euro, een couponrente gelijk aan 5%. Deze keer verschillen de drie obligaties in uitgifteprijs. De eerste obligatie wordt a pari uitgegeven, de tweede onder en de derde boven pari. De terugbetalingsprijs is voor de drie obligaties a pari, of dus gelijk aan het nominaal bedrag van 100 euro. Laten we deze gegevens op een tijdsas uitzetten. Obligatie 4 wordt a pari uitgegeven. Obligatie 5 wordt onder pari uitgegeven. En voor de laatste obligatie is dit boven pari. Obligatie nummer 5 is duidelijk de interessantste belegging van de drie. Voor eenzelfde terugbetaling dien je het kleinste bedrag in te leggen. Obligatie nummer 6 is de minst interessante obligatie. De inleg is het hoogste, maar de terugbetaling is dezelfde als voor de andere twee obligaties. Ook hier is het nominaal rendement 5%, want ze betalen elk een coupon van 5 euro. Aangezien obligatie 5 duidelijk interessanter is, heeft obligatie 5 het hoogste actuariële rendement. Hoe wordt dat actuariële rendement nu eigenlijk berekend? We beschouwen de obligatie waarbij we 100 euro inleggen en na 1 jaar een coupon van 5 euro, verhoogd met een terugbetalingsprijs van 102 ontvangen. 100 werd verhoogd met de actuariële interest om na 1 jaar 107 euro op te leveren. Deze interestvoet is 7%. Dit is het actuarieel rendement. Vaak wordt het actuarieel rendement achterwaarts berekend, door 107 te delen door 1 plus de interestvoet. En dit dient dan 100 op te leveren. Als je deze vergelijking oplost naar i, bekom je weer 7%. Het achterwaarts uitrekenen is wat we gaan toepassen indien we het rendement over een looptijd van 2 jaar of meer willen berekenen. Beschouwen we bijvoorbeeld volgende obligatie, waarvan je hier de geldstromen ziet afgebeeld op de tijdsas. De obligatie wordt a pari uitgegeven en boven pari terugbetaald. Ieder jaar ontvangen we bovendien een coupon van 5 euro. Om het actuarieel rendement te berekenen, gaan we de geldstromen terugbrengen naar hetzelfde startpunt. We noemen dit verdisconteren. De coupon van 5 euro na 1 jaar heeft een huidige waarde gelijk aan 5 euro gedeeld door 1 plus de rentevoet. De tweede geldstroom brengen we ook terug naar het startpunt. Hier hebben we echter twee intervallen te overbruggen. Voor het eerste interval delen we door 1 plus de rentevoet. En we herhalen dat voor het tweede interval. Als we de huidige waarde van de twee geldstromen bij elkaar optellen, dan dient deze som gelijk te zijn aan 100 euro. We noteren deze gelijkheid in de vorm van een vergelijking. De huidige waarde van 100 euro is gelijk aan de som van twee termen. De eerste term is de verdiscontering van de eerste coupon, of 5 gedeeld door 1 plus i. De tweede term is de verdiscontering van de tweede coupon en de terugbetalingsprijs, of dus 107 gedeeld door het kwadraat van 1 plus de interest. Dit leidt tot een vierkantsvergelijking in i. Als je deze oplost, zal je zien dat het actuariële rendement 5,97% bedraagt.
Dit is meer dan het nominaal rendement van 5%. En dat kon je voorspellen, omdat je terugbetalingsprijs meer is dan het nominaal bedrag van 100. De conclusie die je hieruit kan trekken is dat het nominale rendement en het actuariële rendement van een obligatie twee verschillende begrippen zijn. Het actuariële rendement is de echte opbrengst van een obligatie en de opbrengst wordt ingeboekt in klasse 7. Het nominaal rendement is de coupon die wordt uitgekeerd en die we ontvangen op de bankrekening op de verschillende tijdstippen. Het is de geldstroom die gepaard gaat met de couponuitkering. Een opbrengst en een geldstroom zijn twee verschillende boekhoudkundige concepten. Onderscheid deze dus goed van elkaar. Het verschil tussen het actuarieel en het nominaal rendement wordt toegevoegd aan of afgedrukt van de boekwaarde van de obligatie. Dat gaan we verder uitleggen bij het maken van de oefeningen in de volgende video's van deze reeks over obligaties.